Hey girls, wat leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Voor als je nieuw bent, hi, ik ben Noah. En ik ben weer wakker geworden met een opgezwollen gezicht. Dus als je denkt, meid, wat ziet eruit? I'm aware. I know, mijn haar staat ook weer lekker crazy. Want ik had gisteren natuurlijk weer een staart in. Maar anyways, ik ga nu mijn video editen die vandaag online moet. Het is namelijk 9 uur en ja, ik ben wakker. Ik ging pas zo laat slapen gisteren. Ik zei om 12 uur tegen jullie van... en ik ga nu mijn water opdrinken. En dan ga ik slapen. Nou ja, toen ging ik nog mijn lakens in de droger doen. Nou, toen had ik ineens de gekke urge om een vision board te maken. Dus toen heb ik een vision board gemaakt. What the fuck. En toen was het letterlijk 2:30. En toen dacht ik, En toen ben ik gaan slapen. Crazy girl. Ik werd wakker om 8:30. En het is nu 9:00. Ik heb lekker een ijskoffietje gepakt. Jongens, ik zie er zo niet uit. Ik vind het echt verschrikkelijk. Ijskoffie met hazelnoot, siroop en havermelk, of course. En ik vind het echt een beetje embarrassing dat ik er zo uitzie. Ik weet niet waarom, normaal boeit het me niet. Maar nu denk ik echt van, eeuw. Oké, nee, ik mag niet haten op mezelf. Anyways, ik heb ook een water en ik heb een ijskoffie. En guys, ik keek net in de koelkast. En ik ga echt huilen, want ik heb gewoon helemaal niks. Ik heb geen aardbeien, ik heb geen banaan, ik heb letterlijk gewoon geen fruit. Ja, er liggen twee kapot oude mandarijnen die ik echt niet ga eten. Ik wil gewoon lekker fruit. Mandarijnen zijn wel lekker, maar ik heb er gewoon geen zin in. Dus ik heb gewoon geen fruit. Ik heb geen pannenkoeken meer. Ik heb geen kwark. Ja, ik heb zeg maar die salty caramel kwark. Maar die heeft maar 20 gram eiwit, dus dat is niet zoveel. Maar ja, ik heb het wel. Dus ik moet vanmiddag naar de appie. En daar heb ik gewoon geen zin in. Ik heb gewoon geen zin om de deur uit te gaan vandaag. Maar anyhow, ik ga nu echt eventjes mijn video editen. En dan zie ik jullie straks. Ik ga lekker mijn ijskoffertje opdrinken. En ik heb weer dat hartjesrietje gekozen. Omdat, ik weet niet, dat maakt me gewoon echt een gelukkiger mens. Ja, helemaal vibes. Maar anyways girls, laten we beginnen met deze video. En laten we hopen dat ik er straks wel beter uitzie. Want dit kan echt niet. Zo erg. Ik kan gewoon niet eens naar mezelf kijken. Oh my god. Het is echt zo erg. Ik moet echt ook niet zo haat op mezelf. Maar het is niet giving. Oh my god girls. Het is nu 10 uur. En ik heb gewoon mijn video al afgeëdit. Terwijl deze video duurt letterlijk 35 minuten. En... hij duurt gewoon zo lang en ik heb hem echt zo snel geëdit. Het is echt bizar. En ik vind het zo'n leuk video, guys. Dus als jullie de video nog niet hebben gezien, moeten jullie hem echt kijken. Want ik denk dat het echt een van mijn leukste video's is tijdens de 75 Hard. Omdat ik heb zoveel gekletst in die video. En I don't know, het is gewoon een hele chille video of zo. I don't know waarom, ik vond het echt een leuke video. Het is de video dag 43. In ieder geval Valentijnsdag. Als jullie hem nog niet gezien hebben, ga hem zeker kijken. I recommend. Ik zou het nog nooit zeggen, maar I don't know. Ik vind het toch echt een hele leuke video. Een hele chille video, waarin ik gewoon heel veel met jullie klets en zo. Nou ja, ik klets. Jullie luisteren eigenlijk alleen maar. Anyways. Hij is af, dus dat is echt fucking lijp. Ik ga nu eventjes ontbijten, denk ik. En ik ga eerst nog even mijn water opdrinken, zodat ik hem daarna ook weer meteen kan bijvullen. Maar... ik denk dat ik aan mijn moeder ga vragen of zij misschien mijn haar wil verven vandaag. Want oh my god, ik heb uitgroei, jongens. Dat is echt niet normaal. Maar ja, I'll let you guys know. Ik heb gewoon echt zin om te ontbijten met het ontbijt dat ik gisteren had, jongens. Maar dan moet ik naar de appie en daar heb ik gewoon echt geen zin in. Maar het is zo lekker. En er zit zoveel eiwitten in. Maar het regent. En dan moet ik een outfit aan. Weet je wat is, guys? Ik woon letterlijk naast de Albert Heijn. Ik ben er letterlijk met, nou, 1 minuut. En alsnog ben ik gewoon te lui om daarheen te gaan. Heel veel mensen zeggen tegen mij van... als ik zo dicht bij de Albert Heijn zou wonen, zou ik echt elke dag daarheen gaan. En dan had ik het echt wel geweten hoor, bla bla. Terwijl ik denk echt van... ja, nee. Ik weet niet, het zal wel aan mij liggen. Maar ja, het is wel heel lekker. En dan kan ik ook fruit halen. Ik moet toch naar de Albie. Ik kan net zo goed nu gaan, dan heb ik wel echt fucking lekker ontbijt. Ja, oké, ik denk dat ik wel gewoon nu ga... maar ik heb geen zin. Ik wil gewoon dat het naar mijn deur gebracht wordt. Oh. Dan hoef ik gewoon niet de deur uit, weet je wel. Hoef ik niet in de regen te lopen. Hoef ik niet een outfit aan. Hoef ik geen mensen te zien. Anyways, girls. Ik denk dat ik het maar gewoon ga doen.
Ik zie jullie zo. Nou girls. Wow. Nou girls, ik heb besloten dat ik toch naar Appie ga. I can do it. Alles voor de pancakes en de fruit. Want ik heb echt zin in die pannenkoeken met aardbeien. Gewoon precies hoe ik het gisteren had. Was gewoon echt heel perfect. Mijn video is opgeslagen, dus die is nu lekker aan het inplannen. Dus dat is echt amazing. Oh, ik heb absoluut niet mijn portemonnee bij me. Lol. Ik weet eigenlijk ook niet waar ik die wel heb. Oh, hier. Maar ja, ik ga dus even lekker pannenkoekjes en aardbeidjes halen. Helemaal yummy in mijn tummy. Het is iets van, ja, wat zal het zijn, 10 over 10 of zo. Dus het is op zich nog best wel vroeg. Wat best wel lekker is. Oh, slee. Hey girls, ik ben terug van de Albert Heijn. Het is 3:10. Ik dacht, ik laat even alles zien wat ik heb gekocht. Maar misschien vinden jullie dat leuk om te zien. I don't know, ik vind dat zelf namelijk altijd wel leuk. Ik heb kwark natuurlijk, want ik eet elke dag zo'n bakje kwark. Ik heb er hier 4 van. Yummy in mijn tummy. Ik heb natuurlijk mijn proteïnepannenkoekjes, want daar ging ik voor. Ik heb crackers voor mee naar werk, want die waren op. Dit zijn proteïnecrackers. Deze vind ik lekker. Ik heb natuurlijk aardbeidjes voor bij mijn kwark en voor bij mijn pannenkoekjes nu, want daar ging ik voor. Ik heb 2 appeltjes. Ik heb 2 banaantjes. Ik heb cottage cheese. En ik heb de light versie altijd, want ik weet niet. Ik weet niet of ik echt verschil proef. En waarom zou ik dan de volle versie nemen, als ik de light versie kan nemen? I don't know. Anyways, hier zit heel veel eiwitten in namelijk. Dus daarom eet ik dit. Per 100 gram namelijk 13. En als je dit hele bakje eet, heb je gewoon 26. Ja, maar als je gewoon 100 gram eet, heb je dus 13. Ik heb melk gehaald, want die was in de bonus. En deze drink ik altijd. Maar ik zag ook deze, dus ik dacht, ik ga deze ook een keertje proberen. Ik vind de verpakking wel heel slee. Hij is ook lekker zomers of zo. Helemaal vibe. Dus die heb ik. En dat was het volgens mij. Dus ja, ik ga nu even lekker mijn pannenkoekjes maken, want ik lust wel wat. En ik heb er zin in. Dus ik ga die lekker maken. En dan zie ik jullie als ze af zijn. Ik ga ze gewoon precies hetzelfde maken als gisteren. Ook weer met die karamel kwark, salty karamel kwark. En dan doe ik nog karamel flavor deze er doorheen. Want het was zo lekker gisteren, jongens. Echt ongelooflijk. En ik heb ook mijn water nog steeds niet op. Dus die moet ik ook nog steeds opdrinken. Oeps. Oh, nou girls, ik wilde natuurlijk mijn pannenkoekjes maken. Maar daarbij moet ik aardbeidjes eten. Of nou ja, daarbij wil ik heel graag aardbeidjes eten. Alleen mijn aardbeien moet ik altijd wassen met super heet water. Omdat ik ben allergisch voor de haartjes op aardbeien. En als je ze wast met heel heet water, gaat dat zeg maar eraf. Dus dan kan ik ze wel eten. Maar mijn moeder staat te douchen. Dus ik kan mijn aardbeien niet wassen. Want anders staat ze onder een koude douche. Dus ik moet nog heel even wachten totdat ze klaar is met douchen. En ik had zoveel zin om te eten. Ik hoop dat ze niet zo lang doet. Maar anyways. Ik vond gisteren echt fucking chill. Dat ik gewoon die pannenkoekjes op de bodem had gelegd. En dat ik gewoon die kwark en die aardbeien gewoon op had getiefd, zeg maar. Maar ik denk dat ik die pannenkoekjes nu vast gewoon in allemaal kleine stukjes snij. Zodat ik gewoon een aardbei en een pannenkoek kan prikken. En dan dat er al kwark op zit. Want zeg maar, als je het nog moet snijden, is gewoon niet handig. Dus ik dacht, wat dan als ik alles al in kleine stukjes doe. En dat het dan in het bakje al gewoon in kleine stukjes is. Dat is veel makkelijker eten, toch? Helemaal top leek me dat. Anyways, ik moet even plassen. Dus ik ga even plassen. Ik moet mijn water nog steeds opdrinken. En ja, dan ga ik maar gewoon wachten tot mijn moeder klaar is in de douche. Ik zie er zo erg uit, jongens. Het is echt heel erg heftig. Oh my god, wat erg. Ik heb trouwens deze Quark Girls. Dit is de salted caramel quark van MelkUnie met 20 gram eiwit. En dan doe ik dus deze caramel flavor en tasty er doorheen. En dan is het zo lekker, guys. Echt niet normaal. Ik heb lekker mijn aardbeidje gewassen. Mijn moeder is klaar met douchen. Dus ik ga nu mijn pancakes in mijn pannetje doen. Of nou ja, pannetje, bakje. Ik moet even nog kijken in hoe klein of hoe grote stukjes ik ze ga breken. Ik denk zoiets of zo. En dan gooi ik alles er gewoon lekker in. En ik zal ook wel wat grotere stukken doen, denk ik. Oh, en ik heb gewoon zoveel zin om dit te eten, jongens. En die MelkUnie kwark, die is wat... die is zeg maar echt een heel stuk dunner dan die kwark die ik altijd eet van Albert Heijn Huismerk. En dat is dus wel heel lekker of zo. Ik weet niet waarom. Maar ja, die andere heeft echt veel meer eiwitten. Dus ik ga echt absoluut gewoon lekker voor altijd die blijven eten. Omdat... ja, je kan hem toch elke smaak maken die je zelf wil. Met die Flav & Tasty. Echt insane. En wow, het lijkt veel meer pannenkoek als ik het op deze manier doe. What the actual fuck, die hele bak zit gewoon vol.
Oh, ik hoop wel dat het dan een beetje lekker warm wordt. Maar anyway. Ja, je kan toch elke smaak maken die je wil. Dus het is voor altijd gewoon lekker. Want je kan gewoon altijd, als je er klaar mee bent, een andere smaak kopen. Ja, of je moet klaar zijn met de structuur of zo van kwark. Maar ja, dan kan je dus bijvoorbeeld ervoor kiezen om er pannenkoeken bij te doen of zo. I don't know. Anyways, ik ga dit even lekker in de magnetron doen. Kijk hoe vol die bak zit. Jullie hadden natuurlijk niet gezien hoe het er gisteren uitzag. Maar dan lagen er gewoon zo twee pannenkoekjes in. En nu zit het echt helemaal propvol. Oh my god, wat de hel. Ik heb er nu gewoon nog meer zin in. Ah! Nou girls, mijn pancakes zijn af. Die hele bak zit weer lekker vol. Ik heb zoveel zin om dit lekker op te eten. En ik had een lepeltje erin, maar toen dacht ik dat is helemaal niet handig. Omdat als je dan een pannenkoek moet pakken, dan kan dat niet echt. Dus ik heb ook een vork erin, maar ook een lepel. En ondertussen ga ik heel even op mijn laptop Love Island kijken totdat ik dit lekker op heb. En daarna denk ik dat ik ga lezen. En ik heb zoveel zin om dit lekker op te eten, guys. Oh, dit is zo lekker. Oh my god. En aardbeien op het moment zijn ook super lekker. Ze zijn zo lekker zoet en gewoon... echt goede aardbeien. Maar ik ga eventjes lekker Love Island aanzetten. Want zoals jullie misschien al wel merken, ben ik daar echt helemaal verslaafd aan. En dan zie ik jullie lekker zometeen als dit lekker op is. Hey girls, het is nu 2:50. En ik ga eventjes 2 crackers eten. Dit zijn proteïnecrackers van Bolletje. En ik heb hierop... op allebei heb ik 50 gram huttenkezen met honing. En ik heb op allebei een aardbeidje gedaan. Fucking lekker. Ik ga dit even lekker opeten. En ondertussen ga ik 10 bladzijden lezen uit mijn boek. Ik heb alleen geen 10 bladzijden meer over uit dit boek. Dus ik ga ook beginnen in mijn nieuwe boek. Super excited. Dus ik ga lekker lezen, een beetje eten. En dan zie ik jullie zo meteen. Oh, trouwens moet ik eerst een Instagram story maken. Want mijn video gaat over een kwartiertje online. Dus misschien kan ik dat beter eerst doen. Ik ga dat doen en daarna ga ik lezen. En dan zie ik jullie daarna. Hey girls, het is nu 2:50. Ik ben klaar met lezen. Ik ga nu naar beneden toe zodat mama lekker mijn haar kan verven. En dan kan ik daarna lekker douchen. En ik heb er zoveel zin in, guys, om lekker te douchen. Oh, helemaal heerly de peerly. Ik ga even een hemd aandoen. Want anders kan ik zo meteen na het verven mijn shirt niet meer uitkrijgen. Slee. Dus ik doe even een ander shirt aan. En dan ga ik naar beneden. Ga mama lekker mijn haar verven. Oh, en die crackers, guys. Zo lekker. Oh my god, ik had echt daar zoveel zin in. Ah, als ik er nog 2 had, had ik zo ook echt easy peasy lemon squeezy op kunnen eten. Maar ja, ik moet zo nog even een banaan eten. Ik moet vandaag ook nog 200 gram groente eten. En dat is zo stom, want mijn moeder zei, zullen we friet eten? En ik zo, ja. Dus ik had helemaal zoiets van, oh, we gaan lekker friet eten. Ik heb zoveel zin in friet. En toen zat ik echt zoiets van 10 minuten in die high. Zo van, oh my god, ik ga friet eten. En toen dacht ik, oh my god, ik moet nog 200 gram groente eten. Dus ik moet iets van een salade met friet doen of zo. Jammer, maar het is wat het is. Anyways, ik ga even snel een ander shirt aan doen, want mijn moeder zit te wachten op mij. En dan... Hey girls, ik ben nu aan het wandelen en ik ben letterlijk pas 4 minuten... Oh, daar komt iemand. Oh my god, guys, ik ben letterlijk pas 4 minuten aan het wandelen. En kijk hoe nat mijn jas nu al is. Ik ga letterlijk huilen. Alsof je denkt, nou, wat van dit is zo'n badmuts. En ik heb daarover mijn capuchon gedaan. En deze, maar je kan het gewoon alsnog zien. Maar mijn haar zit dus nu in de verf. Want ik had zo geen zin dat ik dan ging douchen en dat ik dan in de regen moest lopen, like bro. Dus ik dacht... Ik ga gewoon met mijn haar in de verf wandelen. Mijn haar moet namelijk 40 minuten in de verf. Ik moet dik kwartier wandelen. Dus ik dacht, dan is het maar iets langer. I don't care. Anyways, oh, ik ben buiten adem. Ik had net nog even lekker een banaan gegeten terwijl mijn moeder mijn haar aan het verven was. En ik ga dus nu 3 kwartier wandelen. En het is zo kut weer, guys. Het is alleen maar te regenen. Kijk hoe deprimerend. Het is overal gewoon nat. En blubber. En het is zo embarrassing met die fucking kap hier. Maar ja, weet je wat is? Mensen kunnen ook gewoon denken dat het mode is. Zo moeten we maar gewoon denken. Anyways, ik ga verwandelen en ik zie jullie zo. Girls, het is 6:50. Oh, en ik heb een lekker gevuld paprikaatje in de oven zitten. Want zoals ik had verteld, gaan we friet eten. En daar heb ik super veel zin in. Maar ja, ik moest natuurlijk nog mijn groente eten. Dus ik dacht, ik doe lekker een gevuld paprikaatje. Ik heb gewoon erin gedaan wat we in huis hadden. Normaal zou ik wel wat courgette erbij doen, want dat lijkt me wel lekker. Maar dat hadden we niet. Ik zal het zo aan jullie laten zien, maar er zit in... kikkererwten, mais. En dit is de eerste keer, guys, dat ik kikkererwten ga eten. Dus ik ben heel benieuwd. Kikkererwten, mais, tomaat.
kruidenkaas, gesmolten kaas. En ik ga rucola er nog op doen. Ik heb wat knoflookpoeder en uienpoeder erop. En ja, ik hoop dat het lekker is. Ik heb niet super hoge verwachtingen. Want de vorige keer was het niet super lekker. Maar ik hoop nu wel. We gaan het zien. Hey girls, nou mijn paprika ziet er zo uit. Ik kan de vulling niet echt zien, maar ik had natuurlijk al verteld wat erin zit. De kaas ziet er in ieder geval lekker uit. En I love kaas, dus ja. Ik ga dit even lekker eten. En er komt zometeen nog een patatje bij. En ik heb één kaasvleetje. Ja, slee. Ik laat wel zien als mijn patat is, maar anders gaat dit afkoelen. Dus ik ga dit vast lekker eten. Het is nu 7 voor 7. Ik ben al een tijdje klaar met eten. Alleen mijn zus wilde graag naar de McDonald's voor een McFlurry. En toen zei ik, oh, ik ga wel mee. Maar ik heb voor vanavond al een ander lekker toetje gemaakt. Dus ik heb zelf geen McFlurry gehaald. Ik ga nu even video editen. En ik ga een beetje opschieten, want ik wil heel graag lekker Love Island kijken en niks doen vanavond. Dus ik ga nu eventjes editen en dan hoop ik dat ik binnen een uurtje klaar ben. En dan hoop ik dat ik binnen een uurtje klaar ben en dat ik dan lekker Love Island kan kijken en lekker mijn snackie kan pakken. In ieder geval ga ik nu editen. Ik zie jullie zo. Mijn haar zit ook weer lekker crazy. Girls, het is 8:10. Ik ga nu lekker mijn cookie dough eten. Ik vind echt totaal geen cookie dough, maar het is wel ziek lekker. Ik heb weer lekker stukjes pretzel en snicker erbij. Alleen guys, ik heb hem echt te lang in de vriezer gelaten. Dus ik moet echt heel erg mijn best doen om deze te mengen. Want oh, het is... Het is echt knijterhard. Het is echt veel te lang in de vriezer gelaten. Ik haat mezelf. En nu ik ga dit maar proberen te mengen. En dan ga ik lekker eten. Ik heb 2 mini Snickers gedaan. Vorige keer had ik eentje. Maar ik had geen pretzels meer. Er zit echt iets van, ja, volgens mij 1,5 pretzel in of zo. Dus ja, ik was helemaal verdrietig. Dus toen dacht ik, nou, ik doe een extra Snicker. Mega lekker. Ik ga dit lekker eten. Het is zo lekker. Ik wil dit elke dag. Anyway, ik ga het even lekker eten. En Love Island kijken. Ik moet nog dit kleine beetje water drinken. En dan heb ik alles vandaag alweer gehaald. En ik heb mijn video af. Hij staat ingepland. Ik ben helemaal blij. En dit is lekker mijn bak. Met Snicker en pindakaas. En heel klein beetje pretzel. Yummy in mijn tummy. Oh, ik kan niet wachten om dit te eten, guys. Ik zou echt willen dat jullie dit konden proeven, want het is zo lekker. Hey girls, ik had gisteravond helemaal niet meer gefilmd. Maar ik heb lekker Love Island gekeken en daarna ben ik lekker gaan slapen. Ik ging slapen rond, ik denk, ja, 11:15 of zo. Ik had echt een uur eerder willen slapen, maar ik weet ook niet hoe dat kwam. Anyways, don't mind my hair, want ik heb het dus laten opdrogen na het douchen en nog niet gekamd. Dat ga ik nu doen. Maar ja, in ieder geval wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video. En zie ik jullie morgen weer in een nieuwe. En ja, bye!